Het ondernemerscontact Arnhem hield op donderdag 12 januari in het Gelre Dome haar jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst met een terugblik op het afgelopen jaar en een vooruitblik naar 2012. 35 jaar OCA en dat betekent dat wij al 35 jaar samen met andere partijen het wel en wee van deze stad proberen te bewaken en proberen te promoten. We hebben natuurlijk een fantastisch lustrumfeest gehad, bedrijvencontactdagen en zoals gebruikelijk hadden wij het allerbeste plein van al die bedrijvencontactdagen. Dat is zo en dat blijft zo. In dat kader kan ik u mededelen dat Michiel van Wessen mij gegarandeerd heeft. Michiel, waar ben je? Je spreekt mij tegen als het onjuist is wat ik zeg, dat de gemeente en voorgaat dat die bedrijvencontactdagen doorgaan, daar kun je dus gewoon op vertrouwen. We hebben nog wat akkefietjes te regelen met een curator, maar daar moet je gewoon hard mee onderhandelen. Dat komt vanzelf allemaal wel goed. Af en toe heb je ook een meningsverschil met die gemeente, dat moet ook. Net een huwelijk kan niet altijd goed zijn, want de mooie momenten worden juist gekenmerkt door af en toe een minder mooi moment. Zo is het, contrast moet er zijn. Dus als die jongens van die Occupy-tenten er staan, dan moet je zeggen, die tenten moeten we echt. En uiteindelijk begrijpt zo'n gemeentebestuurder ook helemaal, en gaat die tent ook weg. En dat is goed plezier. Niet vergeten moeten we dat wij een dienstenstad zijn. En ik heb er eigenlijk niemand over gehoord, maar er staat per 1 juli iets gigantisch te gebeuren. Dat spreekt mij aan als advocaat, u misschien wel minder. Maar per 1 juli gaan vier rechtbanken gaan fuseren. Almelo, Zwolle, Zutphen en Arnhem. De bestuurszetel komt in Arnhem met alle staven. Dat betekent dat wij de grootste rechtbank hebben van Nederland. Dat is hartstikke goed voor Arnhem. Daarmee profileer je je als juridisch centrum. Je moet eens zien wat er in Zutphen gebeurd is, waar het OM wegloopt, ook naar Arnhem. Waar de juridische opleiding wegloopt, die gaan naar Utrecht. Zo'n stad loopt leeg. Wij krijgen het erbij. Fantastisch. Er zijn twee gerechtshoven die gaan fuseren. Leeuwarden en Arnhem. Ook de bestuurszetel daarvan komt in Arnhem. Met andere woorden, Arnhem wordt het juridische centrum van Nederland. Dames en heren, cheerio op een goed 2012.